100 jaar geleden werd het openbare onderwijs in Hardenberg opgericht. En wij, Hardenberg Media, zijn benieuwd hoe ze dit gaan vieren. We staan hier om het 100-jarig openbaar voortgezet onderwijs te vieren. In 1917 zijn wij ontstaan vanuit het openbaar basisonderwijs. Vijf docenten hebben toen, leerkrachten hebben toen een petitie aangeboden bij de gemeente om ook voortgezet onderwijs aan te mogen bieden. Dat is toen begonnen aan de Stationsstraat en 100 jaar later zijn wij hier dus in de Piet Heijnstraat nu om dit te vieren. Dat hebben we gedaan met 3 dagen feest eigenlijk. We zijn woensdag begonnen met een receptie voor genodigden. We hebben heel leuk afgetrapt met het openen van ons logo. Het nieuwe logo Doelgericht Leren. Nou, ik ben Janita Makaske. Mijn meisjesnaam is Janita de Jong. Ik heb hier gezeten van 1972 tot 1976. En dat waren hele bijzondere jaren. Want ja, ik was dan ook de dochter van meneer de Jong en mevrouw de Jong. En ja, dat was wel een beetje bijzonder. Het was leuk, want ik kreeg natuurlijk thuis wel alle verhalen te horen van de collega's. En dat was wel eens heel interessant. Gisteren stond helemaal in het teken van de leerling. Dus de leerlingen hebben een heel leuk programma afgewerkt. Waarbij we spelletjes ochtend hebben gehad. Hedendaagse spelletjes, maar ook zeker wat oude spelletjes. En nu op vrijdag sluiten wij af met een reunie. Mooi om te zien dat daar veel belangstelling voor is. Dus we hebben zo'n 500 genodigden of gasten over de vloer vanavond die met ons terug willen kijken op de tijd hier op het openbaar voortgezet onderwijs. Gert Doelen, ik heb in de jaren 80, 86 gezeten. 6 jaar, dus 2 jaar blijven zitten. Ik vond het zo gezellig op school. Ik heb een paar keer Vlieland meegemaakt. Een paar keer Parijs meegemaakt. Dat is super. Ik heb goede jongens bij me gehad. In de tijd van Onno Rekers, Meulenkamp, Bas Lentzen. Die jongens, dat waren schoffies met elkaar. En we hebben gewoon een boel mooi lopen te flessen met elkaar. En wat mij heel erg bij is gebleven is de gezelligheid. Ja. Maar ook zeker Vlieland. Ja. Het kamp naar Vlieland. Ja, met z'n vieren, met elkaar erbij. In een tentje. En dan moesten we zelf koken. Ja. Dat vond ik wel heel leuk. Ja. Of dan gingen we er 's nachts uit. En dan, ik weet nog wel, in het midden stond zo'n grote vuilnisbak. En dan hadden de lerarentent, dus een beetje zo'n grote bungalowtent. Dus toen dachten we nog van, of moeten we oppassen dat die leraar niet zien. Dus overal liepen allemaal jonge lui. En op een gegeven moment moesten we rennen. En toen keek ik zo naar die lerarentent. Toen flikker ik zo over die metalen emmer. Dus echt zo kabaal. Dus toen was iedereen echt zo roets, overal zag. Gerry Bos, ik zat hier op school een beetje langer dan de meeste gemiddeld, denk ik. En volgens mij was dat 78 tot 82, zoiets. Ja. En we staan hier nou eventjes, want ooit is de school bezet. En hier heeft volgens ons een hele groot aquarium gestaan. En de examenklas die eerder op school zat als ons natuurlijk. Die hebben de school bezet en ja, wat daar gebeurd is, weet ik niet. Maar we moesten er toch wel een beetje om lachen eigenlijk. Want dat aquarium heeft een bepaalde temperatuur nodig. En die is volgens mij in die nachten wat hoger opgedraaid. Dus het werd, we hebben er een beetje een grapje van gemaakt. Er werd een beetje vissoep. Het was een beetje gekookt, zoiets. En dat is een van de dingen die ik mee kan herinneren.